Elburger Sinterklaasjournaal met Freek van der Heijden. Dag allemaal, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe uitzending van het Sinterklaasjournaal. En dat is maar goed ook, want we hebben belangrijk nieuws uit het Pietenhuis. We gaan meteen kijken. Zo, dat is een hele ontvangstcomité. Ik moet u heel dringend spreken, Sinterklaas. En deze drie bieten ook. Oh, heel dringend toch wel. Nou, ik zou zeggen, gaat u naar binnen, hè? Moet u maar. Heel dringend. Zeg hier, waar gaan wij naartoe? Nou, even mee. Even meeluisteren. Ik bedoel, Sinterklaas, meehelpen met het vinden van een oplossing. Nou, dat is niet nodig, hoor. Dat doe ik wel even met deze pieten, hè. Dag, hoor. Zo, vertel, meneer Veldje. Nou, het zit zo. U weet dat er een grote lekkage is geweest, hè? Ja. En dat aannemer Heitje dat voor ons zou repareren. Maar toen hij mij vertelde wat dat zou gaan kosten, schrok ik me een ongeluk. Ik zal dat geld in geen 100 jaar bij elkaar hebben. En ik heb nog mijn spaargeld opgenomen en ik heb spulletjes van mezelf verkocht en... Dat is heel aardig van u. Ja, maar dan ben ik er nog niet. Niet? Nee. Toen heb ik... iets heel doms gedaan, om aan geld te komen. Want ziet u, vorig jaar waren er een aantal pieten niet helemaal tevreden over hun slaapplaats. Want ja. Ze lagen namelijk in de grote slaapzaal. Maar sommige pieten snurken ook zo hard! Alsof ze zo'n dikke boom aan het omzagen zijn. Een boom, zeg maar gerust heel bos. Juist, ja. En dus? Toen heb ik ze een mailtje gestuurd. En daar heb ik in gezegd dat ik een extra fijne slaapplaats voor ze kon regelen. Als zij mij alvast wat van de cadeautjes konden toesturen en dan de wat duurdere, de spelcomputers en de racebanen en... Oh, dat zijn dure cadeaus, meneer Dwertje. Ja, maar ik heb het niet voor mezelf gehouden. Ik heb het verkocht en van dat geld heb ik aannemer Heitje betaald. Juist, ja. Nou ja, kijk, dat betekent dus dat er cadeautjes missen van kinderen in Elburg. Hoe gaan we dat dan oplossen? Ik had zo gehoopt dat het u niet zou opvallen. Dat er wel vaker wat mis zou gaan. Ik denk, u deelt zoveel cadeautjes uit, een paar pakjes meer of minder. Ik heb zoveel... Het spijt me zo. Onzoon, Sinterklaas. We hadden nooit zo aan onszelf mogen denken, Sinterklaas. En nu komt u door ons in de problemen met de cadeautjes. Nee, op zich, weet je, kijk, ik vind het ontzettend vervelend. Maar ik heb Telpiet gesproken en er zijn voldoende cadeautjes. Maar ja, u had toch gewoon alles eerlijk kunnen vertellen, meneer. U bent niet boos, Sinterklaas? Nou, nee, niet boos, maar ja, ik mag toch wel zeggen, een beetje teleurgesteld. En ook in jullie, Pieter. Ik ga er nog eens even goed over nadenken en dan kom ik er morgen op terug. Hè. Ja. Nu weten we dus eindelijk hoe het zit met de verdwenen cadeaus. En waarom meneer Dweltje zo ontzettend nerveus was de hele tijd. Ik ben nu wel heel erg benieuwd wat Sinterklaas tegen ze gaat zeggen. Nou, zodra we daar beelden van hebben, laten we die natuurlijk zien. Ondertussen zitten we nog met een belangrijk ander onderwerp. Namelijk de cadeautjes die verkeerd worden bezorgd in de schoenen. We hebben daar tijdens een vorige uitzending ook al aandacht aan besteed. En toen hebben we ook geprobeerd contact te zoeken met het Pietenhuis. Maar ja, toen lagen daar allemaal Pieten te slapen. Laten we maar eens gaan kijken hoe dat nu is. Pieter, hallo? Hallo? Dat ziet er niet goed uit, zeg. Dat ziet er helemaal niet goed uit. Dicht, Piet. Tel, Piet. Hallo? Zeg, jongens... Waarom zijn jullie zo slaperig? Wat is er toch aan de hand met jullie? Nee, ik moet daar bij. Nee, dat moet je echt helemaal verkeerd hebben gezien. Wij zijn juist ontzettend fit. Maak je over ons maar geen zorgen. Oké, dat zal ik dan niet doen. Maar weten jullie misschien ook iets van verkeerd bezorgde cadeautjes? Wat bedoel je? Nou ja, jongens die een pop in hun schoen krijgen. Meisjes die een racewagen krijgen in hun schoen. Dat klopt toch niet? Hoe kan dat nou? Dat is wel vreemd, ja. Dat gaan we uitzoeken. Ja, maar niet nu. We hebben het veel te druk. Dat doen we wel. Ja, veel te druk met rijden en zo.
Hoe zijn we erop gapen? Nou, dit is wel heel vreemd, maar ze slapen, dus we laten ze ook maar even slapen. We gaan over... Wacht even hoor, wat zeg je? Sinterklaas? Loopt Sinterklaas... Sinterklaas, hallo? Hallo, Sinterklaas? Oh, wat heb je te vertellen, lieve jongen? Zeg het eens. Ik heb eigenlijk twee dingen. Allereerst valt me op dat uw pieten steeds maar in slaap vallen of heel erg moe zijn. Ze vallen steeds in slaap, dat is heel vervelend, want Dichtpiet moet nog gedichten maken en Telpiet moet nog cadeautjes stellen. Ja, en dan is er nog iets, Sinterklaas. Er worden cadeautjes verkeerd bezorgd. Een jongen krijgt een pop, een oud omaatje, een skateboard. Dat kan toch niet? Weet u hoe dat komt? Ik denk dat ik wel een idee heb. Verkeerde cadeau. Wacht, ik ga het even oplossen. Komt allemaal goed. Wacht even. En laat een beetje stil her nu, hè. Dan kun je Piet even slapen. Sinterklaas lijkt te weten hoe het nu zit met die twee problemen die ik hem voor heb gehouden. Ik heb eerlijk gezegd zelf nog geen idee. Jullie? Nou ja, als we meer weten, laten we dat natuurlijk weten aan jullie. Ander nieuws nu. Op basisschool Het Octaaf in Elburg is er wel een heel nieuwsgierige juf. Juf Dieneke. Die is nou toch zo ontzettend benieuwd hoe het eraan toe gaat als Pieten op visite komen in een basisschool. Ja, en dan natuurlijk niet overdag, maar 's nachts als ze de schoenen vullen. Dus wat deed juf Dieneke? Ze bleef eens een nachtje in school. Nou, en hoe dat afliep, kun je nu zien. Ik ben toch zo nieuwsgierig hoe die Pieten binnenkomen, hè, als ze rommel maken. Ik doe elke middag de deur goed op slot. Ieder jaar weer hebben ze de boel op de kop gezet. Nu ben ik er klaar mee. Ik ga me verstoppen in die kist en dan gaan ze betrappen op Hinterdaad. Zo. Je ziet me niet, hè? Kom eens aan. Ze zijn klaar, ze gaan er vandoor. Nou, ik erachteraan. Ik zal ze pakken, ik zal ze pakken! Yes, yes. Oh, heb ik ze weer gemist dit jaar. Freek, volgend jaar, dan zal ik ze krijgen. Reken maar.
die kinders. Hier is jullie eigen weerman met het weer van man. Ik geef het weer, man, geef ik 4 pepernoten. Er komt mist. En met mist kun je weinig zien. De pieten zien ook geen hand voor ogen. Zonder kloos met uitkieken dat er niet van zijn schimmel valt. Het is gevoorlijk uit buiten loop. Til de middag zal het ook opklaren. Dan wordt het ook beter. Maar tot die tijd moet je gewoon uitkieken. Tot slot een weerspreuk. Stoot de mist je tegen de kin, dan heeft een zonnebril geen zin. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Voor nu, slaap lekker en graag tot de volgende keer. Dag hoor. Sinterklaas blij!